soms doe je iets. Ik zal eens even de camera overnippen. Ja. Soms doe je iets waar je dan zoveel één keer trots op bent. Zie daar. Dit is wel heel mooi gelukt. Niet alle hoekjes lukken zo mooi, maar dit lijkt netjes. Een beetje te mooi, zegt Patrick. Want die zei iedere keer: we gaan niet voor mooi. Patrick en Petra vinden die schroefjes zo mooi. Dat heeft even een bepaalde naam, hè? Alleen, als wij die naam weten, dan zetten we hem nog hier onder de video. En je hebt bijvoorbeeld retro look en zo, en dat heeft dit ook zoiets. Maar dan niet retro, maar misschien schroeflook. Meegenomen. Wij zijn ook camperisten. Ja, nou, kom maar even niet, maar. Ze zijn netjes, ze zijn heel. Ja, hij moet er even op rusten. Patrick. Ga ik wel even rijden? Hij is te hoog. Maar het is net als bij mij, de stoel valt het niet. Ja, dat is bij mij ook zo. Maar ik denk wel dat ze het goed zetten. Weet je wat het is? Van een camper zijn ze niet zoveel gebruikt als van een bestelbus. Deze procent kocht ik eigenlijk van mijn werk, maar ik was laatst in staat bij de feiten moest de stoel ophalen. Dat stond dus zelf op de bus bij een camper. Wij ook mee met de prullen. Petra. Zit dat niet terecht op dan zo?
Want ik zat in die andere stoelen net iets te dicht, iets te ver vooruit. Ja, oh, oké. Okay. En daar zat ik nooit heel fijn in. Maar daar ben je aan. Ja, ja. Nou kun je het maar afstellen. Nog een stoelen zitten erin. Dankzij Roelof. Vrouw die het gebracht heeft. Bedankt hè, Roelof. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey. Kiel. Hey, Patrick gevraagd van, zal ik wat lekkers voor de koffie brengen? Maar toen zei Patrick, die wil alleen maar wat ze zelf maken. Dus ik dacht, nou neem ik fruit. Oh, kijk eens. Alsjeblieft. Dan moet ik even filmen. En moet eens kijken waar we even krijgen. Bedankt, Jaap. Kijk eens. Jaap, die komt eventjes fruit brengen van ons. Geweldig. Bedankt hoor. Graag gedaan. Van alles en nog wat. Auto maar. Komt u uitgegooid? Ja, wat was het? Iets met zwaar. Nou, we zijn vandaag bij de klussen geweest. We, met name Herman natuurlijk, aan onze bus Penelope. En we kregen een spontaan bezoek van iemand die nog een envelopje voor ons kan brengen. En we hebben nog niet gekeken wat erin zit. Ik dacht, dat doen we gewoon live op de video. Flopje weg. Zo, €200. Wow. Kijk eens. Van harte bedankt. Grandioos, weer een donatie. Ja. Jullie worden wel gesteund, hè? Ja, mooi, hè? Ja. Dat is mooi om te zien dat, dat mensen ons een warm hart toedragen. En ook nog bedankt aan Roelof de Jong en zijn vrouw Janneke. De stoelen, we hebben net in gezeten en gereden. Ja, heel te gek. Ja, en zijn ze goed? Ja. Ja, dank jullie wel. Ja, beter dan ooit.